47 milieuinspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, zijn dinsdag door procureur-generaal Roy Bajnat Pandey beëdigd tot buitengewoon agent van politie BAVPR. Hierdoor zijn de milieuinspecteurs gerechtigd boetes uit te schrijven en processen verbaal op te maken. Bajnat Pandey gaf aan dat de milieuinspecteurs per direct extra bevoegdheden krijgen om op te treden tegen personen die de publieke gezondheidszorg in gevaar brengen. Het is geen willekeurige daad. U zult van die verrichting dat u bevoegdheden heeft gehanteerd bij dat optreden procesverbaal verplicht moeten opmaken, want dat procesverbaal is de legitieme grond voor uw optreden dat getoetst kan worden in uiterste geval door de rechter. Want u moet weten dat personen tegen wie u optreedt nog altijd de vraag kunnen stellen als het rechtens wel correct is geweest. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, verwacht dat de nieuwe BAVP'ers het werk naar behoren zullen uitvoeren. En wel zonder aanzien des persoons. Volgens Astrasia Warner, onderdirecteur van het BOG, is de laatste groep BAVP'ers intussen gepensioneerd. Zij gaf verder te kennen dat het snelrechtssysteem met betrekking tot de uitvoering van de tabakswet dit jaar in werking treedt. En de BG heeft rustig gezegd, gebruikt u uw opdracht, gebruikt u uw badge met de nodige zorg, zodat u de staat en uzelf niet in problemen zet. U hebt geen makkelijke taak dus, want u moet ook zorgen dat waar mensen in de fout gaan, dat u ook corrigerend optreedt. Ik denk dat de PG, hij zal niet van ons worden, maar dat de PG zeker vanuit het BOG dan ook wel de processen verbalen zal krijgen wanneer wij zover zijn met de implementatie van het snelrechtssysteem voor de tabakswet. En natuurlijk zullen wij een verzoek ook doen dat er ook een snelrechtssysteem komt voor de andere milieugerelateerde wetgeving waarbij de handhaving vaak genoeg te lang op zich laat wachten. Die voorbereiding, we gaan eerst ervaring opdoen met de tabakswet en dan zullen we ook voor de andere wetten aanvragen dat het snelrechtssysteem wordt geïntroduceerd. Astrasia Warner, onderdirecteur van het BOG en daarvoor Antoine Elias, minister van Volksgezondheid. Zij spraken dinsdag tijdens de beëdiging van 47 milieuinspecteurs tot buitengewoon agent van politie. De ceremonie vond plaats op het terrein van het BOG aan de Rode Kruislaan.